beetje te zien hoe vlot dat allemaal gaat. Ik zie veel mensen de kaart gebruiken in plaats van de hele. Maar ja, bon. Het is een automatiek. Spreek voor zich, het is een elektromotor. En met die hendel ga je mij eigenlijk in versnelling gaan zetten. Dus gewoon in achteruit en vooruit. En ja. That's it. Ik vind het best blijvend een auto gelijk naar een andere. Ja. Eerst een keer zien. Acceleration, chill op standaard. Ja, er zijn eigenlijk altijd twee versies dat er al op staan. Ga je straks merken, als ik hem op chill bijvoorbeeld een keer zet en hij duwt plank gas. Die heeft wel nog altijd versnelling, maar het is een pak minder. Insane. Dat is om de performance versie. Dat is die witte dat er buiten staat. Maar dat is echt wel insane. Lekker, dat is dat Star Wars schermen. Ja. Ja, maar dat is, ik zei het, een acceleratie van 0 naar 100 in 2.5. Dus dat kan al tellen. Steering mode is eigenlijk hoe soepel dat je stuur gaat zijn. Nu staat dat op comfort, dus een vrij soepel stuur. Gaan we het op sport gaan zetten, heb je meer weerstand. Dus hoever op een autostrade bijvoorbeeld, als je hoge snelheid aan het rijden bent, dat je stuur ook niet een beetje danst. Ja. Suspension, staan die op laag. Ik ga hem hoger zetten voor de borduur af te rijden. Nu voelde dat. Zo cool. Dat dus echt wel, ja. Ja. Zelfs van achter voelde dat. Hij onthoudt ook de locatie waar hij het doet. Ah ja. Dus als wij dan op het einde hier weer terug gaan komen, gaat hij automatisch hoger zetten. Dan moet je de eerste keer wel zelf doen en hoger zetten. Mm-hmm. Hij gaat automatisch lager hoe rapper en rapper hij rijdt. Komt op een autostrade. Die ram heeft dat ook. Allee, de man heeft geen vering, maar ook om dat krijgen. Ja. Boven een bepaalde snelheid zakt die. Ja. Brandstof te besparen. Ja, bij ons al. Niet voor brandstof, maar. Ja, voor een trick. Ja, ja. Maar ja, zo wordt hij aerodynamischer. Hoe? Ja, ja. Voilà. Moet hij maar achteruit zetten, dan is dat weg. Wist op die vraag nu weer zeker? Ja. Neutraal? Volledig, ja. Je merkt daartussen de kleine stand en dat is je neutraal voor een carroge of dergelijke. Ah. Maar dat ga je niet zoveel Hij rolt ook automatisch. Yes. Is eigen aan de automatiek, maar wij kunnen dat ook softwarematig aan of uitzetten. Ja. Mensen dat dan niet graag hebben, kunnen we dat eigenlijk gaan uitzetten. Links, rechts? Rechts. Rechts, je mag niet naar links aan. Als we te zien dat het nog wist. hoe was het met het regeneratief remmen van die Leaf? Ik heb het nog nooit met een Leaf gereden. Wij hadden standen in. Ja. Dus je kon dat zetten met een e-pedal dat hem volledig tot stilstand kwam. Mm-hmm. En je kon dat zetten dat hij uitboldige en je had er zo standen. Ja. Bij ons twee standen, aan of uit. Ik heb er niet zo lang mee gereden, maar. Kijk, okay, het is in orde. Moet je nou ook mijn hand omhoog steken? Met die rams doen wij dat, hè? Niet iedereen doet dat. Ja. Oh, orde. Dat was een bonduring, man. Ja. Laag laten. Hij rijdt ook iets gemeter als hij lager staat. Ze biedt met een vrouw dat men die mag rijden. Ik denk dat ik het antwoord weet. Ik weet. Moet dat gaan wegzetten. Bij mij hetzelfde. Als wij binnenkomen. Ja, je zit meer poeier achter. Ik kom bij nog aan die gasten. Ja. En dit is ons slechtste versie. Als je dan de performance in gedachten houdt, is dat Hans al net. Die had 700 MPK. Ja. Wel, in PK kunnen we het heel moeilijk uitdrukken, omdat het een elektromotor is, maar ongeveer 770 PK. Deze is ongeveer 350, niet 60 ongeveer. Maar het is anders, hij rijdt veel soepeler, je hebt geen schakelingen, dus ja. Mag ik hier eigenlijk 70 zijn? Ja, je ziet het daar ook staan. Oh ja. Maar je moet zeggen langs wat aan rijden, want het is niet zo aan bal. Het is tot aan de rotonde. De ja, en dat snijdt ook als ik losloot, ja. Ja. Ja, en dat is aan regeneratief remmen. Doordat er energie terug in de batterij gestockeerd wordt.
dus op een duur, ja, dus op een duur ga je heel weinig nog remmen en dan ga je gewoon met je gas gaan spelen, als je dat kunt inschatten. En je ook minder slijtage op je remschijven, remblokjes en dergelijke. Je remlichten springen ook aan als je dat doet. Dat die achter je zien dat je aan het remmen bent, ook al zijn er geen fysiek aan het remmen. Maar, hoeveel kost die ongeveer? Het begint vanaf 87 en zoveel. Eigenlijk hoe dat hier staat, zal een kleine 100.000 zijn. Want lederinterieur is 3.500. De autopilot dat erop zit, dus het zelfrijdensysteem eigenlijk, is 5.300. Buitenkleur is 1.600. Standaard velgen, open dak is 2.100. Standaard is het ook wel een glazen dak, dus dat het volledig glas is, maar dit kan open gedaan worden. Okay. Dat schuift over standaard. Dat is ook een optie. En dan moet je naar rechts, en hopelijk gaat die tracteur niet naar rechts. Stopt die volledig? Nee. Nee, hij staat op... dat is die creep-functie die aanstaat, zodat hij blijft vooruitbollen. Dat lijkt een automatiek. Hadden we dat uitgezet, dan stopt hij echt volledig. Dus ik denk dat het ook wel ergens rond de 100.000 gaat uitkomen. Nu de vraag is, dat we een accident mee hebben, dat zal betalen? Nu? Ja. Nee, ik was aan het denken, dat gaat toch niet verzekerd, maar nee, wij zijn verzekerd, dus op zich, nee, geen probleem. Anders komt er niemand meer te rijden in ons. Oh ja, meestal mensen dat zoiets kunnen kopen hebben wel wat meer geld dan ik, denk ik. Ja, maar wij gaan ook nooit op voorhand zeggen, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. Dat doen wij niet. Iedereen mag en kan bij ons gewoon binnenkomen, zijn uitleg krijgen, zoals in de wiet. En er ook mee rijden. Daar maken we echt geen verschil. Het enigste vereiste is dat de persoon ouder dan 21 is en in bezit van een rijbewijs, wat dat logisch is. Maar wij gaan niet op voorhand zeggen, jij wel, jij niet. Want iedereen kan ooit een kopen, of de Model 3, die goedkoper wordt, of weet ik wat. Want dit is eigenlijk een vorm van reclame voor ons. Als je er een goede ervaring mee gehad hebt, houd het altijd in het achterhoofd, voor moest het ooit zover komen. Dus dat is al een win-situatie. Ik zou wel een Tesla prefereren, boven alle andere. Omdat Tesla ermee begonnen is. En alle andere merken hebben er eigenlijk een beetje gelachen ermee in het begin. En onnozele auto's gemaakt, dat niemand niet wou kopen, voor het zicht alleen al. En nu dat ze zien dat Tesla succes heeft, dan gaan ze allemaal in maken, zijn graantjes mee te pikken. Ja. En ze staan zoveel stappen achter. Ja, inderdaad. En dat gaat hopelijk voor ons zo blijven. Dat is wel een directeur. Dat is een beeld. Ja, we staan op het gebied van technologie, staan wij al zoveel verder. Naar laadpalen ook, hè. Onze superchargers dat we hebben, dat netwerk ervan, is zo uitgebreid. Wat wonen in Breden, maar door zijn er geen. Nee, klopt. Regio Kust hebben we nog niet echt een station. Het is enkel Kortrijk en Brugge vanaf volgende maand, of in de maand half. Komt er in Loppen een bij. Dus we zijn er wel mee bezig. DC. Spotify zat op de wagen. Dat we niet met Spotify bezig zijn. Waarschijnlijk wel. Thunderstruck Radio zijn we aan het luisteren. Ah. Ja, TuneIn. Als ik Spotify. DC. Hela! De link over zijn streep. Ah, invullen. Voilà. Alles gaan beluisteren, alles gaan. Dus je kunt zelf je muziek kiezen? Ja.
is. Je kunt afspeellijsten maken, je kunt alles gaan bewaren. Doe ik het, Luke Bryan. Play Luke Bryan. En dan moet dan de rotonde naar rechts. Waarom geen results? De artiesten. Ja. Bryan. Voorkeur? Nee. Voilà, deze dan. Hele hand. Alles. Alles. Daar heb ik van de zomer naar gezien in Canada. Ja? Twee maanden geleden. Ja. Speciaal naar Canada voor hem? Nee, nee. Maar wel gezien of dat hem toevallig in Canada was. Het is een Amerikaan. Cavendish Country Festival. Maar wel de tour een klein beetje verlegd voor te kunnen hebben gezien. Dat wel. Hoe lang zijn jij geweest in Canada? Ik 2 dagen minder dan 3 weken en hij 1 week langer. Ja. Ik kon niet meer vertrekken met hem dus. Ja. Ja, mijn ouders zijn, was het vorig jaar of 2 jaar geleden, ook in Canada. Ja, 2 jaar geleden zijn we ook geweest. Zijn ze ook 3 weken en een beetje... ja, dat is een serieuze kostelijke reis. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Maar nu zijn we met 3 geweest. 2 jaar geleden waren we met 2 geweest. Ja. Ja, maar dat is. Eigenlijk als je zoiets ver of iets schoon, kost dat allemaal geld. Hey, een jaar 2 weken nog en ik 3 weken nog. Ja. Maar nee, 2 dagen min als 3 weken hebben we geweest. Dat is 9 à 10 dus euro. Ja. Maar ik ben met mijn vriendin, zijn we 2 weken en half naar Tanzania en Zanzibar geweest. Ja. En ja, we zijn ook veel aan kwijt. Hè. Dat is het. We zijn niet veel aankomen. We zijn dat niet. We zijn naar Miami en Orlando zijn we geweest. New York zijn we ook al geweest. Ja. Dus ja, dat kost allemaal geld. Het is niet zomaar Turkije 2 weken en al ja. Dat wil ik niet. Ja. Nee, ik geef niet mijn geld aan Turken. Dus, sorry. Dus ja, dat is niet of dat nu Canada is of... Ja. Maar ik moet wel zeggen, nu hebben we Niagara Falls en zo gedaan. 2 jaar geleden hebben we de westkant gedaan en dat vind ik wel nog... De mooiere kant. Ja, wel, de bergen. Zij zaten ook de westkant. Ja. Dus Calgary en Edmonton en zo hebben wij hinder gedaan. De Rocky Mountains. Ja. De rijdt prachtig. En heel rustig, hè? Maar dat ga je gemerkt hebben van elektrisch in het algemeen. Dat is voor een dagelijkse auto is dat echt de max. Maar het begint ze wel veel te zien in. Ja, maar dat is ook omdat wij fiscaal heel interessant zijn voor bedrijven en zelfstandigen. Dat wel, en dat de anderen serieus afgestraft worden. Hè. Mm-hmm. Dat is de reden waarom dat we het zien. Ja, wij... we zijn gaan kijken. Iets warmer. Hè. Ja. Wij hebben heel goede auto's, sowieso. Maar als je daar geen voordeel kunt aan koppelen, waarom dat wij zoveel duurder zijn, dan ah ja. Koopt een mens iemand uit een auto van 50.000 euro. Ja. Ik kon dat een keer berekenen. Neem nu, wat zijn het nog graag? Die Ford Mustang. 2,3 liter. Ja. Dat is een automatiek. Ja. Hoeveel kost dat om ermee rond te rijden? Neem nu deze, hoeveel kost dat voor het tanken met elektriek? Ja. Ah, bij een Mustang zou ik allemaal een keer moeten berekenen. Want dat weet ik niet van buiten. Of dat weet ik het wel. En als je die auto 8 jaar of 10 jaar hebt, wat zijn de kosten ervan? Ja. Want ja, die Ford Mustang kost de helft van de deze. 40.000 en was het. 50.000. Dan komt die rijtax en dan komt die dit. En dan slikt die nog 10 liter naft in zijn botten. Ja. Ze zeggen 7, zoveel, maar ik geloof er niks van. Wij hebben geen jaarlijkse rijtax. We hebben geen inschrijvingstax. Dat kan elke 1 januari veranderen. Dus dat weten we niet. Jullie inschrijven niet, hè? Dus ja. Niet geschreven is, of niet geschreven. Maar dat weten we, de jaarlijkse rijtax, dus dat weten we niet op voorhand hoe dat gaat verlopen. Mm-hmm. Maar als het bij ons gaat stijgen, gaat bij de anderen ook stijgen. Ja. Dat is iets dat een beetje geweten is in taal. Volgens mij de komende jaren gaan ze het zodanig beu maken van met een afterrein en dat ook. Bazaar echt zodanig opslaan. Ja, dat je niet anders gaat doen als... Ik denk dat ook. Dus voorlopig is het 0. Dat wij jaarlijks betalen. Dan is het een en dan, gaan we daar rechtdoor, een stukje uit de straal, waar je een keer goed kunt optrekken. Ah, ja. Dat je merkt als je een keer plankgas geeft,
wandelen gewoon op de achtergrond. Ja. Dan moet je eigenlijk die, die lelijke Discovery volgen. Oh. Ja. Dus dat is allemaal nul bij ons. De kostprijs van elektriciteit weet ik niet hoe dat bij u thuis zit. Afhankelijk van zonnepanelen, afhankelijk van nachttarief. Nachttarief wel, maar zonnepanelen. Ja, meestal ga je hem ook 's nachts gaan opladen. Een nachttarief zit ergens rond de 11 of 12 cent per kilowatt, als ik me niet vergis. Een rekening houden met dit. Dit is nu de lichtste batterij. Dat is speciaal. Ja. Dit is nu de lichtste batterij. Maal 11 cent per kilowatt. Maal is 8,25 euro. Volledig ja. Opladen. Voor 370 kilometer. Ja. Doet dat maal 2 is bij ons 17 euro. En je komt op een 700 en een beetje kilometer. En dan ga je met uw bus staan. Als mijn ram op nacht staat, dan kap ik er 100 liter in en kijk ik zelfs erin. Ja. Dat is 160 euro. Ja. Dat is maal 10. Ja. Dat is. Dus die kostprijs maakt al een serieus verschil. Mm-hmm. Voorlopig is het gebruik van de supercharger, de snellader, eigenlijk gratis voor Tesla. Bij de Model 3 gaat dat veranderen. Maar de eerste 400 kilowatt. Dus de eerste... Automatisch tussen de strepen? Nee, nog niet. Als je het je pinker, de hendel daaronder, als je die twee keer kort naar u trekt, dan doet het wel. En hij gaat trekken naar 120. En hij gaat remmen voor die uit de dat daar rijdt. Cool. De eerste 400 kilowatt gaat gratis zijn. Dus de eerste 8 volledige laadbeurten gaan nog altijd gratis zijn. Ja. En daarna gaat het betalend worden. Dus die kostprijs puur aan verbruik ligt al zoveel lager dan dat je hebt met bijvoorbeeld de opstap. Ja. Hey, come on, ik moet dat hebben. Wat? Ik moet dat hebben. Pas op, ik kan dat wel sparen op 3 jaar. Dus met deze functie, die om de zoveel tijd bij de melding hoeveel licht te drukken op het stuur, maar eigenlijk zo'n keer het licht is. Aan het stuur komen. Ja. Dat is een veiligheid dat je nog wakker bent, dat je nog aan het opletten bent, dat je niet van achter zit of zoiets. Ja, ja, ja. Dat je hem niet zo dingen laat doen en. Voilà. Ja. Want dit kan hij omdat hij witte lijnen heeft. Hij ziet de lijn en blijft daartussen. Straks maar dat er werken zijn en je gele lijn en begint dat een beetje te vervagen, heeft hij het moeilijk. Mm-hmm. Ze zijn ook veel smaller. Dan gaan we hier de afdruk nemen, dus die hendel wegduwen van u. Oh, en nu zijn we hij weer. Ja, dan moet ik weer aan die gas beginnen weer te rijden. Ja. Ah ja. Op dat punt gaat hij, rechts. Op dat punt gaat hij het moeilijker hebben en daar moet hij kunnen rijden. Dus als hij ondertussen aan het slapen bent, ga je er 9 kans op 10 een accident hebben. Ja. En wat gebeurt er als het dan niet aan de stuur komt? Dan gaat er eerst een geluidssignaal beginnen, zoals dat je horn bijvoorbeeld niet aan is, die luider en luider en luider wordt en irritanter en irritanter. Als je dan niet ingrijpt, gaat hij zijn autopilot stoppen. Ja? Omwille van dat je waarschijnlijk dan toch gas aan het geven bent, gaat hij beginnen afremmen met zijn eigen, gaat hij tot die stilstand maar tot die achter u gaan. Moest er dan een obstakel staan, zit er een automatische noodrem in, dat hij alles toesmijt. Op een autostrade is dat niet veilig. Ja. Maar, allee, het gaat nog altijd iets veiliger zijn, bij wijze van spreken, dan dat hij zou blijven doorrijden terwijl hij helemaal aan het worden. Deze heeft de kleinste batterie, klopt? En die kan? 370, 3. Ja, wij 3 meestal is dat 370. Ja. 300 zeker. Sowieso. Als je chauffage op heel sportief haalde nog zeker 330, 340. Dat verlies is niet zo groot. Het grootste verbruik is de opstart. Dus de batterij moet verwarmd worden en gekoeld worden.
En de eerste keer. Dus als je als buiten staat in de kou en 's morgens gestart hebt, dan ga je je kilometers wel iets neiger zien zakken. Maar gelijk nu bijvoorbeeld, de ene keer dat het opwarmt is, is dat gewoon op temperatuur houden. Dus is dat verbruikt heel veel. Wat ging je doen? Ik was op iets aan het pijzen, maar... Sophie had hem afgeleid. Dus op hier valt. De keer dat je hem maar wegzet met die pedaal, is dat wel... Ah, goed, hè? Nee. Ai, het rijdt heel vlot. Dus weet dat je het tender al een beetje moet remmen. Het zorgt ook grotendeels voor veiligheid. Omdat als je moet remmen bij een klassieke auto... Omdat je bij een klassieke auto voor te remmen, eer dat je gas gelost is en eer dat je remt. Oké, bij de meeste mensen gaat dat vrij vlot en vrij rap, maar je verliest altijd zoveel meters eigenlijk van remafstand dat hij niet geremd heeft. Maar omdat je bij ons eigenlijk al lost, remt hij al een stukje af, dus is die remafstand veel korter. Dus op die zaken. Als ze binnen 10 jaar de autoregels weer veranderen, gaat ze de remafstand ook niet meer veranderen. Die aanzetten. En die gaat eigenlijk volledig zelf gaan rijden. Juist. Haal uw handen aan het stuur. Een rood licht ziet hij niet, maar die auto voor u, als hij stopt, gaat hij mee gaan stoppen, wat logisch is. Een rood licht ziet hij nog niet en de rotonde neemt hij ook nog niet. Hij mag nog geen actie zelf gaan nemen, dus niet zelf gaan stoppen. Wel een obstakel natuurlijk, maar uit zijn eigen mag hij niet gaan stoppen. En hij mag geen op- of afrit nemen. Ja. Dat mag wettelijk gezien nog niet. Als dat komt, is de auto er klaar voor. Want die software is beschikbaar, dat gaat perfect, maar het mag gewoon. Mm-hmm. Het parkeert ook automatisch? Ja. Je moet toch weer verhogen, hè? Doe niks. Ah ja, nee. Hè. Ja, nee. De afstand met die voorrem. Ik weet niet op welke afstand dat hij gesteld staat. Maar ja, mag zo blijven. Ja, hand op stuur. Ik doe het nu. Op zich moet het niet. Maar dat is eigenlijk een veiligheidswaarschuwing ook dat erop zit. Ja. Omdat hij dan uw druk waarneemt en dan krijg je die melding ook niet. Dus als je nu uw hand er los van laat, ga je straks, het zal voor beide lichten bijzonder zijn, ga je die melding nog een keer krijgen van houdt je handen op. Het slaat er vooruit, dus nou moet stoppen met andere auto's. Die voor u stopt, dus hij gaat volledig stoppen. Volledig stoppen, ja. En ook weer volledig mee naar 70, naar omhoog gaan. Maar redelijk ver. Je hebt dus dat hendelken, hè. Op de zijkant kun je dat draaiknopje aanpassen. En dan zie je, ja, hij stond redelijk ver. Het is nu op 1, dat is eigenlijk de kortste afstand. Want je hebt gemerkt dat hij al van redelijk vroeg begon af te remmen. Ja. En nu had hij dat iets later gaan doen. Ja, automatisch weer vertrekken. Ja. Die een afstand gaat hij niet een meter gaan uitdrukken. Dus het is niet 1 meter, 2 meter, 3 meter of 7 meter. Maar dat is een aantal tijd dat hij nodig heeft voor tot stilstand te komen. Dus op een baan waar we nu 50 of 70 aan het rijden zijn, is dat een afstand dat hij veilig vindt. Ja. Op een autostrade ligt die afstand verder uit elkaar, omdat daar uw afstand voor te remmen groter is. Hoeveel lichte druk, hè? Ja, dus licht ik eens. Ja. Dus op duur is dat heel simpel, een keer opduwen of nu niet opwerken. Dat is allemaal een gewoonte. Ja, als je daar nu iemand twee zet, wat nu verder. Ja. Maar hier gaat dat zijn eigen niet opvallen omwille van die remafstand. Als je hem op 7 had zetten, neigste dan, ga je dat wel gaan merken. Dat dan nu echt wel een serieus verschil tussen de twee is. Maar op een autostrade is dat veel groter. Ja, dat is toch iets anders dan die lief. Hè? Ja, maar ja. Ten eerste zat een 3 in plaats. Ja. Ik vond dat ook geen schoenen auto om te beginnen. Dat was echt lelijk auto. Oh ja, dat was echt een lelijke auto, ja. Ik vond dat ik wel. Ja. Ja, maar dan gaan we kunnen rijden, dan doe je het er allemaal. Ja, je moet kunnen, want je moet kunnen ingrijpen op elk moment. Ja, dat wel, maar ja.
Stel dat hier die lijnen opeens weg zijn, dan krijg je de melding van neem het stuur over. En dan weten van hier heeft het moeilijk. Mm-hmm. En dan moet je kunnen grijpen. Dat was het eerste liedje. Ah ja, als het opgekomen is. Country girl, shake it for me. Ik moet het hebben. Ja, dat gaat toch moeten gaan werken? Ja. Nee, voor een ik zal er direct weer staan. Dan, als je geduld hebt, met school. Van boven is ja, jawel, dat is die melding. Dus dat was dat geluidssignaal, maar dat wordt dan eiger en eiger. Ja. En hier ga je erop moeten rijden, zodat jij niet zo... Ik wil niet. ...in de weg staat. Ja. Je wil naar huis? Naar ons huis? Die gaan twijfelen of dat hem er gaat opreden of niet. Ja. Ja, het is hier uit de rand. Parkeersensoren springen automatisch op. Tot een centimeter dat uitgedrukt wordt. Op de park is het op het grijs nog. Ja, ik had misschien park, heb het misschien gehoord of net niet. Maar vrij van De handrem springt automatisch op. Ik heb niet gehoord. Dus de handrem die opspringt, plus de klinken zijn eruit gekomen. Ah, oké. Dat zij ontgrendeld wordt. Dus nu is het eigenlijk, kunnen wij uitstappen, gaat hij auto niet bougeren. Ja. Hij valt uit als er geen gewicht meer op de stoel is. Dus alles is keyless, mm-hmm. Ik heb de sleutel wel bij mij. Ja. Maar het is gewoon uitstappen, die valt uit. En hij helpt slot als je 2 of 3 meter verwijderd bent. Mm.